Hallo, mijn naam is Geert van den Bos. Ik ben verantwoordelijk voor de marketing. En naast mij zit Patrick Rogge, verantwoordelijk voor de productontwikkeling. En samen hebben we meer dan 75 jaar ervaring bij Balta. In deze video gaan we u tonen hoe polypropyleen tapijt, kamerbeertapijt, wordt gemaakt. Alles begint met het extrusie van BCF-garens, BCF Bulk Continuous Filament. De basisgrondstof is polypropyleen. We komen van de petrochemische industrie, komt dus van aardolie. En dit gaan we mengen met de kleurpigmenten, dat noemen we masterbatch, maken we ook zelf. En met een kleine hoeveelheid UV-stabilisator om het garen te beschermen tegen het zonlicht. Deze granulaten worden gesmolten, 220 graden Celsius, en door een spinplaat geperst. En hier komen de filamenten uit, worden dan verder verwerkt tot een BCF-garen en op bobijnen gewikkeld, zoals u hier kunt zien. Die bobijnen zijn normaal een stuk groter, zijn 5 kilogram ongeveer. In de meeste gevallen gaan we het garen eerst gaan veredelen. En veredelen betekent dat we het garen gaan optorsen, optwijnen.